En daar waar in Nederland problemen gaan ontstaan zodra je meer dan 5.000 of 10.000 euro iets met cash wilt, dat vinden we vreemd en raar, is dat in dit land gewoon nog steeds heel normaal. En bij bedrijven vind je dus ook heel vaak van die tellermachines, waar ze heel snel een blok geld in kunnen doen. En dat, die machine telt dan heel vlug eventjes, oh, dit is gewoon 24.000 euro of dit is 75.000 euro. En daar kun je dus gewoon mee terecht. Veel ATM's, dus veel pinautomaten in Dubai, zijn ook afstortingsautomaten. Dus je kunt niet alleen geld halen uit de automaat, maar je kunt ook gewoon geld storten in de automaat. Hey Paul, er zijn in Nederland een hoop mensen die Nederland willen verlaten. Hè? Ik noem het altijd eventjes het World Economic Forum, die steeds meer zijn stempel drukt op het beleid in Nederland. Agenda 2030, de SDG-doelstellingen. Wat merk jij daarvan in Dubai? Welkom, dames en heren, bij deze vierde aflevering van de podcast De Springplank voor Vertrek. Deze week ga ik het hebben met Paul Harts over zijn reis en zijn verblijf in Dubai. Een heel interessant verhaal. Ik heb een voorgesprek gehad met hem. Paul heeft heel veel te vertellen. Ik ben heel benieuwd wie die is, waarom die voor Dubai heeft gekozen, wat hij daar precies doet. Dus laten we gauw overgaan naar Paul. Goedenavond is het hier, Paul. Welkom. Bijna nacht hier. Ja, hartstikke leuk om jou in de podcast te hebben. We hebben gisteren een lang voorgesprek gehad. Heb je heel veel verteld al. En ik denk, nou, dit gaat een heel mooie aflevering worden. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn in Nederland die ik spreek. Die hebben ergens Dubai, hebben ze wel op hun shortlist staan van landen om naartoe te gaan. Dus er wordt veel over gesproken. Jij woont daar. Dus ik begin eigenlijk even met jouw lievelingsvraag, zoals je gisteren al zei. Wie is Paul Harts? Ja, en die vraag kun je op 100 manieren beantwoorden. En ik doe het maar even op mijn geheel eigen manier. Paul Harts, dat is een halfwees die opgegroeid is in een rijtjeshuis in Limburg met één steenkolenkachel. En die 36 jaar later het grootste woonhuis van Friesland bouwde en daar ging wonen. Dus ondanks het feit dat hij wat grumpy kan zijn, heeft hij een aantal afslagen toch heel duidelijk niet gemist. Maar heeft hij wel een enorme hekel aan het worden zeven vinkers gekregen. Dus. Daar hebben we het gisteren over gehad, inderdaad. Het woord kende ik niet, maar daar ben ik eigenlijk blij mee. Dat is alleen maar positief. Ja. Maar voor de mensen en de luisteraars die dat woord wel kennen, ik krijg dat heel af en toe voor de voeten geworpen. Van, oh, dat is zo'n meneer die alles in het leven mee heeft gehad. En dan hou ik doorgaans wijselijk mijn mond, maar heel soms ook niet. En dan zeg ik, nou, dat valt ook wel weer mee. Niet zo heel veel gereisd. We gaan het over Dubai hebben. En mijn eerste opmerking is, ja, ik woon er niet en ik heb er ook nooit gewoond. Ja. Want de correctie is dat ik 100 kilometer boven Dubai woon. En dat emiraat, want er zijn er zeven, dat heet Ras Al Khaimah. En dat vinden ook Arabieren veel woorden. Dus ze zeggen rak. Ja. En dat is wat rustiger. Dat was 10 jaar geleden wat goedkoper dan Dubai. Dat is niet meer zo. En daar zijn we terechtgekomen omdat in 2013 en 2014 Dubai eigenlijk gewoon te duur was. En Ras Al Khaimah was goedkoper. En we vinden het nog steeds fantastisch daar. Dus in dat licht blijven we er hopelijk nog 10 jaar. Maar dat is één van de Emiraten. Ja, er zijn er zeven. Mm-hmm. En zoals we allemaal een hekel hebben aan een Amerikaan die naar het Rijksmuseum gaat en vervolgens zegt, Netherlands, wonderful country, wonderful country. Want we denken, Nederland is meer dan alleen maar het Rijksmuseum. Zeg ik ook, de Verenigde Arabische Emiraten zijn meer dan alleen maar Dubai en de Dubai Fountains. Sterker nog, Dubai is een emiraat waarbinnen nog 4 andere steden liggen naast Dubai. Vergelijk een klein beetje de provincie Groningen en de stad Groningen. En die 7 emiraten die zijn allemaal behoorlijk verschillend. En als je wel een beetje ervaring hebt in Duitsland, dan kun je ze vergelijken met de Duitse Länder. Net zoals Bavaria toch wel een heel ander gebied is als Hamburg, geldt ook voor die emiraten, omdat ze toch wel echt verschillend zijn.
Wat zijn de verschillen dan? Nou, het zijn er 7, dus het wordt een lang gesprek als ik ze alle 7 langs ga. Dat kan ik ook niet uit ervaring, want ik ken er maar 3 goed. Dat zijn Sharjah, Dubai en Ras Al Khaimah. En om maar een voorbeeld te noemen. In Ras Al Khaimah mocht je altijd al alcohol drinken en alcohol kopen. Dat mag in Sharjah nog steeds niet. En dat is in Dubai sinds 2 jaar, 3 jaar gelegaliseerd. Gelegaliseerd, je mocht altijd al alcohol drinken, maar vroeger had je een vergunning nodig om het in huis te hebben. Dat is afgeschaft. Dus de verschillen zijn best wel groot. Dubai is het opstandige broertje. Abu Dhabi is de oudere broer, wijzer. Daar zit de overheid, daar zit het grote geld, de olie. En daarvanuit wordt ook de Verenigde Arabische Emiraten geregeerd. Abu Dhabi is de hoofdstad, niet Dubai. En mensen in Abu Dhabi hebben er een behoorlijke hekel aan als mensen zeggen dat Dubai de hoofdstad is. Dubai is het meest bekend. Dubai is ook absoluut gaaf. Het bruist. Wat ze vroeger over New York zeiden, dat is heel erg waar voor Dubai. The city never sleeps. Komt om 3:30 s'nachts aan. Er staan 500 taxis voor je klaar. Ras Al Khaimah is meer voor de natuurliefhebber. Er zijn grote bergen. Je hebt mangrovenwouden waar je doorheen kunt kanoën voor een maand of 4-5 per jaar, als het niet te warm is. Sharjah is heel moeilijk te omschrijven voor mij, omdat het hele mooie stukken heeft die echt doen denken aan Parijs met palmbomen op zijn best. Maar het heeft ook een afgrijzelijk verkeersprobleem. Je staat eigenlijk altijd stil. Dus ja, elk emiraat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Het voert te ver om erop in te gaan. Maar wat ik wel wil doen, is dat als mensen zeggen, ik ben in Dubai geweest, of mensen zeggen, springplank, ik overweeg de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het land. Dat is het land. Het land is de Verenigde Arabische Emiraten. En Dubai is de stad binnen het land. Dubai is de stad binnen het emiraat Dubai. Okay. Best ingewikkeld. En het emiraat is geen land, is een provincie. Is een soort van provincie, ja. Dus je kunt het zien als een provincie, maar wel met meer macht en bevoegdheden dan de Nederlandse provincies. Eenvoudig voorbeeld. De kentekenplaten zijn per emiraat verschillend. Dus je kunt aan een kentekenplaat al zien of iemand uit Sharjah, Ras Al Khaimah of uit Dubai of uit Abu Dhabi komt. Net als in Amerika, in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten en de verschillen tussen de staten zijn een betere vergelijking om de verschillen tussen de emiraten te voelen dan de provincies in Nederland. Klopt. Ja, oké. Okay. Interessant. En hoe ben je ervoor terechtgekomen? Nou, ik heb altijd, ik ben ondernemer sinds ik 27 ben. En dat ging eigenlijk altijd wel goed. En ik werd in Nederland echt helemaal gestoord van de regelgeving. Niet zozeer van de belasting. Wat heb je gedaan in Nederland? Wat heb je hier gedaan? In Nederland ben ik begonnen met een consultancyhuis. Nou, het hele verhaal. Ik ben begonnen als reclametekstschrijver. Maar toen was ik 19. Dus laten we die even overslaan. Mm-hmm. Het echte eerste bedrijf was toen ik 27 was. Dat was een consultancy op het gebied van klantcontact. En dan met name ook wel klantcontactprocessen en klantcontacttechnologie. Dus telefooncentrales, wat heb je nodig voor een callcenter? Welke software heb je nodig? CRM-pakketten, die hoek. Daarna is er een bedrijf gekomen voor kwaliteitscontrole van mensen die werken in callcenters en contactcenters. En daaromheen heb ik zelf altijd consultancy gedaan voor de techniek van contactcenters. In de breedste zin van het woord. Dat heb ik gedaan voor banken. Dat heb ik gedaan voor telecomclubs. Dat heb ik ook gedaan voor de Nederlandse overheden. En daar merkte ik dat geld verdienen in Nederland niet moeilijk is. Geld overhouden is een ware kunst. En ik zat 2 van de 5 dagen op een bepaald moment formulieren, papieren, portals in te vullen om te voldoen aan alle wet en regelgeving. Ongeveer 6 man personeel. En ik werd daar, ja, ik was er gewoon helemaal klaar mee. Ik dacht van ja, dit kan zo niet doorgaan. Ik ben voor bijna de helft van de tijd bezig met dingen die niets te maken hebben met mijn echte werk. Nou,
dat telde ook wel een beetje in mee dat ik een maatschap had. Ik had een BV en ik had een limited. Nou, dan ben je bij de Belastingdienst eigenlijk al een beetje crimineel. Deed verder niets illegaals, maar dat vindt men toch, ja, zal toch wel een reden zijn waarom je dat allemaal hebt. Het hebben van een limited werkt bij de Belastingdienst vaak als een rood kruisje en dan word je er toch uitgehaald. Ja, wat ook nog niet meehielp is dat ik in die dagen ook bankierde bij Van Lanschot. Dat is het tweede rode kruisje om even eruit te worden gelicht. En ik zocht naar een manier om te kunnen ondernemen, want ik hou van ondernemen. Waarbij ik van die regeldruk af zou zijn. En waarbij het betalen van minder belasting echt bijvangst was. Dat was niet mijn primaire driver. En ik wist dat ik in Ierland weinig belasting ging betalen, maar daar regende het wel heel erg veel. En ik had de mogelijkheid, lang verhaal, ga ik niet vertellen, om mensen te leveren die waren ontslagen bij de Royal Bank of Scotland. In 2013 werden heel veel mensen ontslagen bij de Royal Bank of Scotland in Nederland. En op dat moment had een aantal banken in Abu Dhabi grote behoefte aan deskundig personeel wat datacenters kon migreren. Nou, daar ben ik in gedoken. Dat ging goed. En ik herinner me nog, ik wil deze mini-anekdote echt vertellen. Ik had in Nederland twee auto's, één privé, één zakelijk. Want dat was de eenvoudigste manier om de Belastingdienst tevreden te houden. En ik moest voor die zakelijke auto alles bijhouden, registreren waar ik heen ging, waarom ik er heen ging, hoeveel kilometers ik gemaakt had, hoeveel scheet ik onderweg gedaan had. Nou, vreselijk. En ik herinner nog echt als de dag van gisteren dat ik met een huurauto bij een tankstation kwam in Dubai. Onderweg was naar een klant, die zat in een free zone. En die man die loopt naar mijn raampje toe, want iemand tankt daar voor je, dat doe je niet zelf. En die vraagt, do you need a receipt? En ik herinner me dus echt nog dat ik mijn bloeddruk 10 punten voelde dalen. En dacht, no, thank you sir, I don't need a receipt. Want ik hoefde hem niet in te boeken. Ik hoefde de BTW niet terug te vragen. Ik hoefde hem niet te bewaren. Hij hoefde niet in de backup van mijn server te worden gezet. Want je bent verplicht 7 jaar je spullenboel goed te bewaren. En je bent kansloos als je een keer te maken hebt met brandverlies of diefstal. Dus ik had ook allemaal niet nodig. En het geld wat ik in die free zone verdiende met het plaatsen van een goede ICT'er, dat verdween in mijn eigen portemonnee. Fantastisch. Dus ik was van die regeldruk verlost. Ik denk van, nou, dit is geweldig. Het was absoluut moeilijk om in Dubai voet aan de grond te krijgen. De concurrentie is messcherp en wereldwijd. Iedereen probeert het in Dubai. En recruiting, waar ik toen in zat, heeft bovendien geen barrier to entry. Eigenlijk mocht iedereen zich recruiter noemen. Daar had je geen papieren voor nodig. Je kon gewoon zeggen, websiteje, ik ben recruiter. Ondanks de heftige concurrentie is dat goed gegaan. En van daaruit verder gebouwd en gekeken waar behoefte aan was. En dat bleek toch vooral bij Nederlanders aan de juridische kant te zitten. En ik ben opgeleid als bestuurskundige, dus ik heb verstand van overheidsprocessen. Niet alleen in Nederland, maar er zitten vrij veel generieke processen in. En ik kon Nederlanders helpen met ze behoeden voor alle fouten die ik zelf had gemaakt. Want ik had een bedrijf opgezet. Dat was een drama, echt een drama. Wat was een drama? Nou, het was toch wel heel veel papier. 1 kruisje verkeerd zetten en je kon terugkomen naar de balie om het kruisje te herstellen. Nu is dat allemaal geportaliseerd en veel meer digitaal geworden. Laat dat helder zijn. We praten hier wel over 10 jaar geleden. Het was ontzettend lastig. En ik denk van ja, dit is zo'n ellende. Ik kan 2 dingen doen. Ik kan in elk geval mensen waarschuwen. En misschien kan ik ook wel een business mee beginnen. En toen ben ik in mijn auto op een van die frustrerende tochten terug van de Hamria Free Zone. Dat is echt in the middle of nowhere. Terug naar huis in Ras Al Khaimah heb ik mijn camera aangezet, omgedraaid. En ben gewoon gaan praten. En ik heb gezegd, luister vrienden, als je je geboortebewijzen van je kinderen mee moet nemen, dan staat er in het Nederlands al in het Engels op wat het betekent. Dat moet je even aanstrepen, anders kun je 2 keer terugkomen. Zo'n soort tip was het. Nog steeds geldig. En ik had 3 volgers.
Joepie. En daar ben ik gewoon mee doorgegaan. Dat is heel erg lang, bleef dat bij 30, 40 volgers. Niet zo heel spannend. Maar ik denk van, nou ja, van die 40 volgers hebben er een paar een tijdbesparing met die tip. En op een bepaald moment is dat echt ook gaan groeien. En op een bepaald moment is die business gaan groeien. En nu zijn we bezig met 3 grote hoofdstukken. 1 is het opzetten van bedrijven voor Nederlanders. Dat kunnen dochterondernemingen zijn. En dat kunnen freeze-on companies zijn. En dat kunnen mainland companies zijn. Dat verschil ga ik dadelijk nog vlug even uitleggen. Het tweede wat echt heel belangrijk is. En ik hoop dat mensen die naar deze podcast luisteren die tip echt ter harte nemen. Expat testamenten. Want als je hier komt, dan kun je overal lezen dat er sharia van toepassing is. Dat is onzin. Sharia is eigenlijk helemaal nergens van toepassing. Behalve bij erfenissen. En heb je dus eenmaal wat vermogen opgebouwd hier. En heb je dus een mooi bedrijf, bijvoorbeeld. Dan is het wel belangrijk dat je dat vastlegt in een expat testament. Nou, dat kunnen wij, dat mogen wij. En zeker als je minderjarige kinderen hebt, en minderjarig is in dit land onder de 21, dan moet je ook echt zorgen dat je een testament hebt. Dat vind ik onverantwoord als je dat niet hebt. Dus dat doen we, die stellen we op, die registreren wij. Wat gebeurt er anders dan als je een testament niet hebt? Nou, als het gaat om kinderen, dan leg ik het liefst uit met een voorbeeld in Nederland. Stel je voor, je bent Algerijn en je woont met je vrouw en kinderen in Rotterdam. Oké? En door een noodlottig ongeluk komen de vrouw en de man, de vader en de moeder, om het leven. Dan blijven de 2 kinderen achter. En vervolgens verschijnt er iemand uit Algerije en die zegt, ik ben de tante en ik neem deze kinderen mee. Nou, ik kan beloven, dat gaat in Nederland niet lukken. In Nederland zegt dan een rechter, ho, ik wil even naar de papieren kijken. Ik wil wel even zeker weten dat u inderdaad die tante bent. Tot die tijd worden de kinderen, ook in Nederland, even opgevangen in een pleeggezin. Totdat de rechter zijn oordeel heeft en iemand kan de kinderen wellicht meenemen. Nou, die methode die is in dit land exact hetzelfde. Mochten vader en moeder bij een noodlottig auto-ongeluk betrokken zijn en overlijden, dan gaan de kinderen, totdat helder is wie ze mee mag nemen, naar een pleeggezin of naar een weeshuis. Dat is meestal niet leuk voor de kinderen. En wat je nou doet in zo'n testament, is dat je vastlegt, ik heb een temporary guardian en ik heb een permanent guardian. En die temporary guardian, die is tijdelijk en die mag de kinderen meteen onder zijn of haar hoede nemen. Dan komen ze dus niet in een pleeggezin en ook niet in een weeshuis. En die temporary guardian die mag dat doen totdat de permanent guardian zich meldt. Die moet vaak uit Nederland komen, want ja, vaak is het dan zo dat je dan vastlegt dat een Nederlandse oom of tante de kinderen onder de hoede neemt. En dan kan die permanent guardian de kinderen ook gewoon meenemen, want er is een testament. En de rechter kan dus heel snel zien, hey, u staat aangewezen als de permanent guardian. U krijgt bij deze toestemming de kinderen mee te nemen. Je begon even over de sharia. Dat ik dacht, van, heeft dat daar misschien mee te maken? Maar dat is eigenlijk dus gelijk aan hoe het in andere landen ook geregeld is. Eigenlijk wel. Alleen het punt is dat de sharia-wetgeving alleen van toepassing is op familiezaken. En een typische familiezaak, afgezien van trouwen en echtscheiding, is natuurlijk overlijden en een erfenis. Dus voor alle zakelijke contacten heb je met alle zaken die je doet, heb je helemaal niets te maken met de sharia-wetgeving. Oké. Het zijn 3 dingen. Je houdt je bezig met opzetten van bedrijven, expat-testamenten en de derde is? Huur- en onroerend goed conflicten. Er zijn erg veel mensen die hier onroerend goed kopen. Ja. En een klassiek probleem waar men hier tegenaan loopt is dat de bouw vertraagd raakt. Dus een van de grotere blokken werk bij onroerend goed. En wij kijken dan wat de mogelijkheden zijn om de bouwer aansprakelijk te stellen, om te vermijden dat je doorlopend moet blijven betalen. Dus dat onroerend goed blok is ook een belangrijk onderdeel van het werk. Oké. Even terug naar Nederland. Hè? Wat was precies de reden dat je bent vertrokken? De overload aan administratie.
Dat was echt voor mij de reden. Ik had twee keuzes. Of ik moest een heel flink deel van mijn winst in gaan leveren bij een duur accountantsbureau, wat dan inderdaad wel bijna alles uit handen neemt. Ja. Op de voorwaarde dat je zelf alles perfect aanlevert. Of ik moest heel veel dingen zelf doen. En ondernemers hebben die kwaal dat ze de neiging hebben veel zelf te doen. Ja. Dus ja, bij die twee keuzes heb ik gezegd, nou, ik wil dit gewoon niet meer. Ik zoek echt naar een alternatief. Ja. Maar jij komt ook uit de datahoek, zei je. En jij zag ook dat er dus dat de overheid steeds meer inzicht krijgt in onze communicatie. Ja, dat is wel een dat speelde wel mee. Ik ben officieel data security officer, ooit gecertificeerd, lang geleden. En ik weet redelijk goed wat de mogelijkheden zijn. En ik zelf kan me heel goed wapenen. En ik raad ook iedereen aan zich te wapenen tegen de Nederlandse overheid. Je hebt namelijk wel iets. Nou, je hebt gewoon. Kijk, ik gebruik een VPN, een Virtual Private Network. Ik heb al mijn cookies zo'n beetje geblokkeerd. Ik zorg ervoor dat ik mijn data goed schoon hou. Dat ik mijn browsers wis. Niet zo heel belangrijk trouwens. En dat ik wat moeilijk te volgen ben. Ja. Dat gaat bij mij zover dat ik mijn mobiel dus ook gewoon contant koop. Zodat er niet een link is tussen mij en mijn bank daarmee. Eigenlijk moet ik zeggen dat op het moment dat ik vertrok, dat niet zo'n heel groot ding was voor mij. Maar dat ik later wel geschrokken ben van hoe erg ik gelijk kreeg. Ik heb toen ik vertrok wel eens gewaarschuwd. Waarom moet elke telecomprovider elke maand weer alle adresgegevens van de abonnees opleveren? In Nederland, verplichting. Ik heb niet gerealiseerd dat later we het heel normaal zouden vinden. Ik geloof in 2018-19 dat in Nederland die sleepwet is aangenomen. Nou, dat is een weapon of mass surveillance. Dat is echt niet goed. Ik heb begrepen, maar jij kunt daar mij beter over voorlichten dan anderen, dat er ideeën zijn, en misschien is het er doorheen, om alle transacties boven de 100 euro bij banken te gaan zeven en daar iets van te gaan vinden. Nou, als je op dat moment niet ziet dat de trend really is not your friend, hè, de trend is naar steeds meer grip op de data en steeds betere controle over wie wat waar doet, ja, dan ben je redelijk blind. Niet alleen erger ik mij aan de prijs van de treinkaartjes als ik in Nederland ben, maar ook aan het gegeven dat ik ze niet cash kan betalen. Ik moet per se met een kaartje betalen, hè? Met een digitaal ding moet ik betalen, dus dan ben je heel zichtbaar. Ik vind dat een soort van recht, dat ik een zekere mate van anonimiteit moet mogen hebben. En toen ik in Dubai kwam, was het inderdaad zo dat cash is king. Je kunt alles kopen met cash, ook huizen. Dat trekt verkeerd volk aan, dat klopt. Maar het is wel mijn geld. En toen ik een keer, ik ga toch vertellen. Ik moest bij Van Lanschot een keer 17.000 euro cash hebben. En ik ga lekker niet zeggen waarvoor. Ik moest 3 dagen van tevoren dat aangeven. Ik moest daar 2-3 keer over mailen. Ik heb nog een telefoontje eroverheen gekregen. En toen kon ik op een donderdag inderdaad gewoon die 17.000 euro cash gaan halen. Dat was mijn En je moest in de bank nog een keer uitleggen waar je het voor nodig had en waar je het aan ging uitgeven. Nou, laat dat dan misschien het voordeel zijn van Van Lanschot. Dat hoefde ik niet. Ik heb een vergelijkbaar bedrag, het was iets meer, bij een bank opgehaald in Dubai. En ik heb mij geïdentificeerd. En de mevrouw aan de balie ging keurig de 20.000 euro halen. En vroeg aan mij, would you like to have this in one envelope or 3 separate envelopes, sir? Dat was de enige vraag. Hoe wil je het meegaan nemen? Maar er was geen enkele vraag over, is dit wel jouw geld? Ja, daar staat op mijn rekening. Er was geen enkel probleem met die hoeveelheid cash. Ik had het op dat moment nodig. Ik ga opnieuw niet vertellen waarvoor. En ik kon het zonder enig probleem en zonder enige vertraging gewoon krijgen bij de bank. En zo hoort het ook, vind ik.
Maar goed. Ja, zo was het denk ik tot een jaar of 10 geleden in Nederland ook nog steeds zo. Ik denk dat de afgelopen jaren het heel snel is gegaan. Ja, en heel veel mensen vinden dat ook prima. En als ik daar dan iets over vertel, dan is het standaard antwoord... ja, maar ik heb niks te verbergen, hoor. En mijn standaard antwoord daarop is, dat weet je helemaal niet. Want je weet namelijk niet wat je in 2025 had willen verbergen. Mm-hmm. Ja, want hoe is dat dan? Kan je iets vertellen over Dubai? Als je het hebt over het onderwerp contant geld. Je zegt, je kunt er een huis mee kopen. Je koopt onroerend goed mee. Vertel eens, hoe werkt dat? Nou ja, hoe het werkt is dat je in principe overal alles kunt betalen met kaarten. Dit is een samenleving met heel veel debitcards en creditcards. Dus de meeste mensen kiezen voor het gemak. En zeggen, ik betaal met mijn kaarten, dan gaat het om diners, restaurants, et cetera. En je kunt ook altijd gewoon met cash terecht. En daar waar in Nederland volgens mij problemen gaan ontstaan zodra je meer dan 5.000 of 10.000 euro iets met cash wilt, dat vinden we vreemd en raar, is dat in dit land gewoon nog steeds heel normaal. En bij bedrijven vind je dus ook heel vaak van die teller machines waar ze heel snel een blok geld in kunnen doen. En dat die machine telt dan heel vlug eventjes, oh, dit is gewoon 24.000 euro of dit is 75.000 euro. En daar kun je dus gewoon mee terecht. Hetzelfde geldt voor de bank. Banken willen wel weten waar het geld vandaan komt, overigens, net als in Nederland. Maar er wordt niet moeilijk over gedaan als je een cashstorting wil doen. Sterker nog, veel ATM's, dus veel pinautomaten in Dubai, zijn ook afstortingsautomaten. Dus je kunt niet alleen geld halen uit de automaat, maar je kunt ook gewoon geld storten in de automaat. Vaak wel gelimiteerd, niet altijd, tot 50.000 dirham, dus 12.000, 13.000 euro. Maar je mag die beweging herhalen, dus in principe kun je dan gewoon naar boven toe. Die limiet zit volgens mij meer op het apparaat dat telt dan op een andere limiet. En dan kun je dus gewoon geld contant storten naar een rekeningnummer. En dan krijg je een keurige rissoe van, je hebt zoveel geld cash gestort op dat rekeningnummer. En dat is bijzonder handig, want je kunt op die manier dus cash gemakkelijk transferen op een bankrekening en vice versa. Mm-hmm. Hoe is het duur, het leven in Dubai? Nee, het is echt, toen ik... 10 jaar geleden hier neerstreek, heb ik tegen heel veel mensen gezegd, het heeft geen zin om naar Dubai te komen. Want het geld wat je bespaart, omdat het hier belastingvrij is, dat betaal je gewoon aan extra hoge huren en aan schoolfees voor kinderen. Dat zei ik 10 jaar geleden. De wereld is erg veranderd. Ik ben in november in Nederland geweest en ik ben me echt helemaal apenlazer geschrokken van het prijsspel in de supermarkten. Geen flauwe naamspeling, geen flauwe toespeling op je naam, maar ik wilde pimmetjes kopen. Dat zijn die koekjes. €2,39. Really? Voor een klein pakje koekjes? Ongelooflijk. En in Dubai heb ik daar helemaal geen last van. Het is een beetje een vreemd voorbeeld. Ik koop al 10 jaar lang een kilo yoghurt in de supermarkt. En die kost volgens mij al 10 jaar €1,50. Is in Nederland €2,20. Dat lijkt lullig om over 70 eurocent te praten, maar in procenten is dat gewoon wel heel veel. En die 25% verschil in het voordeel van boodschappen doen in Dubai, die zie ik ook op heel veel andere producten terugkomen. Dus als mensen nu vragen aan mij, is Dubai duur? Dan zeg ik, naar eer en geweten, boodschappen doen in Dubai is 25% goedkoper dan in Nederland. En het wonen? Het wonen is even duur als in Apeldoorn, Almere. Okay. En ik noem die twee plaatsen met het idee van een beetje het is niet zo goedkoop als in Vlagtwedde of Bellingwolde. Hele mooie plaatsen, geen kwaad woord, maar het is Oost-Groningen. Het is niet ook zo Amsterdam. Als Amsterdam. Maar als je nou gewoon kijkt naar de huurprijzen in Almere of Apeldoorn, dan heb je eigenlijk een behoorlijk goed beeld van het prijsspel in Dubai. Gezondheidszorg? Wat zeg je? En de gezondheidszorg? Staat op een zeer hoog peil.
En dat doen ze hier doordat ze complete ziekenhuizen aanbesteden aan buitenlandse firma's die zo'n compleet ziekenhuis runnen. En dat doen ze hier nog op een andere manier. Alle ziekenhuizen, bijna alle ziekenhuizen, hebben specialismen. Het land is natuurlijk vrij nieuw en vrij jong. Dus om te vermijden dat de zorg te veel verwatert, hebben de ziekenhuizen hier specialismen. Ikzelf zit hier op een kilometer of 20 van het Sheikh Khalifa ziekenhuis. En wij zeggen in Nederland Sheikh, maar als je hier woont ga je Sheikh zeggen, sorry. En dat is gespecialiseerd in neurologie, in kanker en in cardiologie. En dat is uitbesteed aan een Zuid-Koreaanse groep. Dus dat betekent dat vanuit Zuid-Korea verpleegkundigen, hartchirurgen, neurochirurgen, superspecialisten worden binnengehaald. Die worden allemaal verleid met de melding, hey joh, wat verdien je in Zuid-Korea? En wil je anderhalf keer zoveel verdienen, belastingvrij? Nou, een heel groot deel van die mensen zegt, dat wil ik wel een tijdje. En dan wordt dus zo'n ziekenhuis helemaal gerund door een ploeg die heel goed op elkaar is ingespeeld. Die je helaas niet kunt verstaan als ze onderling met elkaar overleggen. Dat is een nadeel. Maar die verder prima Engels spreken en in geval van echte problemen zelfs een prima tolk hebben om dingen die moeilijk zijn, medische termen, prima uit te leggen. Dus de zorg is op een heel hoog pijl, maar is anders georganiseerd dan in Nederland. En ben je daarvoor verzekerd, Paul? Nee, want dat is een van de nadelen als je je uitschrijft uit Nederland. Ik wil één misverstand de wereld uithelpen en een waarschuwing geven. Het misverstand wat ik uit de wereld wil helpen, en ik heb het vandaag weer gehoord, is dat als je je uitschrijft uit Nederland, je nationaliteit niet opgeeft. Dat is niet zo. Je houdt gewoon je Nederlandse paspoort, je houdt zelfs je stemrecht, maar je verliest wel je sociale verzekeringen. En hier komt de waarschuwing. En het recht om verzekerd te zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Dus dat moet je dan op de commerciële markt gaan inkopen. En daar zie je dat als je jong bent, en zeker als je jong bent een man, dan is dat heel betaalbaar. Soms zelfs goedkoper dan in Nederland. En naarmate je ouder wordt, dan gaat die premie wel flink omhoog. Want commerciële verzekeraars weten dat de problemen beginnen boven je 55ste en niet daaronder. En dat brengt mij nog bij een ander puntje in Nederland. Er wordt altijd voorbij gegaan aan het feit dat er in Nederland dus een permanente maandelijkse overheveling is van geld van jonge mensen, zorgpremie, naar oude mensen boven de 70. Want mensen onder de 30 gaan nooit naar ziekenhuis en mensen boven de 70 komen nog elke twee weken. En ze betalen dezelfde solidaire premie. Ik vind het mooi dat die jonge mensen solidair zijn. Maar ook wel een beetje oneerlijk. Dus de kwaliteit van de gezondheidszorg is goed. Alleen als je daar voor wil verzekeren, ja, dan begeef je op de vrije markt met de bijbehorende premies van dien. Ja, en dus ook maar daar krijg je ook de kwaliteit voor terug. Je krijgt de absolute kwaliteit voor terug. Ja. Dus daar is het geen probleem. Het probleem zit wel in het gegeven dat als je iets mankeert, en zeker als je dure medicijnen nodig hebt, de commerciële verzekeraars, in tegenstelling tot de verzekeraars in Nederland, het recht hebben om je te weigeren of om dat specifieke deel uit te sluiten. En dat doen ze ook bijna allemaal. Ja. Dus niet ziek worden dus. Nou, vooral ook niets hebben eigenlijk. Hè? Dus als je een conditie hebt, dan zeker als het er eentje is met dure medicijnen, ja, dat moet je wel aangeven en naar eer en geweten natuurlijk invullen. Ja, en dat wordt dan wel uitgesloten. Dan moet je dus zelf gaan betalen. Hey Paul, er zijn in Nederland een hoop mensen die Nederland willen verlaten. Hè? We hebben het erover gehad. Ik noem het altijd eventjes het World Economic Forum. Die steeds meer zijn stempel drukt op het beleid in Nederland. Agenda 2030, de SDG-doelstellingen. Wat merk jij daarvan in Dubai? Qua de plek die bijvoorbeeld zo'n World Health WEF inneemt in de controle van het land. Ik heb echt geen idee of het WEF enige controle hier heeft.
Het enige wat ik kan meedelen, maar dat heeft er niet heel veel mee te maken, is dat de dirham, de munteenheid, zit hard vastgeklonken aan de dollar. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar dat vinden de meeste mensen toch nog wel prettig met het idee van ja, als het gaat floten, weten we niet welke kant het op gaat floten. En ik heb geen zicht en ook geen ervaring met of er van buitenaf veel wordt opgelegd. Ik weet wel dat de VAT, de BTW die hier ingevoerd is in 2018, 5%, dat is wel echt onder druk gedaan van internationale organisaties. Die zeiden van ja, we willen wel per se dat jullie belasting gaan heffen. En in 2024 gaan bedrijven hier ook 9% belasting betalen over alles wat ze meer overhouden dan 100.000 euro. En dat is ook echt onder druk gedaan van ja, de OECD, van clubs die gewoon vinden van ja, dat belastingvrije, dat willen we niet hebben. Want dat betekent dat mensen zien dat een land kan functioneren zonder belastingheffing. Nou, dat is niet de bedoeling. En bovendien vlucht er dan te veel kapitaal naar jullie toe. Dat vinden we niet eerlijk. Dus Dubai is wel meegegaan. Of Dubai, moet eigenlijk zeggen, de Verenigde Arabische Emiraten zijn wel meegegaan in die twee wensen. En door het invoeren van de BTW is natuurlijk een heleboel fraude en gerommel alweer een stuk moeilijker. Which I don't mind. En door het invoeren van de winstbelasting gaat dat nog een flinke stap verder. Merk wel op dat toen de VAT werd ingevoerd in Dubai, 5%, een heleboel extreem duurbetaalde fiscalisten heel zeker wisten dat die binnen 1 of 2 jaar door zou gaan naar 10%. En ik merk op dat we dadelijk 2024 zijn, 6 jaar verder, en hij is nog steeds 5%. Precies hetzelfde geluid kun je nu horen met een 9% corporate income tax. Het is dus belasting voor bedrijven. Voor winstbelasting. Winstbelasting. Vergelijkbaar met de VPB. Ja. Die in Nederland overigens 19% is. En als je veel verdient, 25,6. Dus het verschil is al erg groot. Maar ook nu hoor je hier en daar van, oh, maar die 9% gaat heel snel omhoog. Ik van nou, daar hebben ze helemaal geen reden toe. En ik hoorde exact dezelfde geluiden bij de VIT. En daar is het niet gebeurd. En mijn voorspelling is dus contrair. Het zal heel lang 9% blijven. En voor alle mensen die een sortiment van ZZP'er zijn, consultants, is het natuurlijk fantastisch dat de eerste 100.000 euro van je bedrijfswinst sowieso onbelast is. Met andere woorden, die eerste 100.000 euro, die mag je nog steeds in je eigen portemonnee stoppen. En voor alles daarboven gaan we kijken of die 9% van toepassing is. En daarbij gelden dan ook nog heel veel uitzonderingen. En heel veel exemptions. Ja. Dus. Wat dat een goede test is om te kijken hoe een land functioneerde en reageerde tijdens de corona-periode. En hoe ze bijvoorbeeld omgingen met het dragen van mondkapjes of het verplichten van vaccinatie. Hoe was dat bij jullie? Nou, over het dragen van mondkapjes wil ik het niet hebben. Want dat ging hier zover dat zelfs baby's mondkapjes moesten dragen. Moesten. Gelukkig zijn in de openbare ruimte, voor de goede orde. Hè? Dus niet in het privéleven. Daar zijn ze heel snel mee gestopt, gelukkig, met die baby's en die kinderen. Maar mondkapplicht was er wel. En er is geen enkele vorm van vaccinatiedwang geweest. Maar het was wel echt schandalig om vanuit de Emiraten het gepruts in Nederland te aanschouwen. Dat was wel heel erg. Hoe bedoel je dat? Nou, we beginnen met vaccineren. Kwetsbare groepen in Nederland werden volgens mij pas in juli kwam die vaccinatie echt een beetje op gang in Nederland met het mRNA-vaccin, notabene. In de Emiraten werd vanaf februari al gevaccineerd met het Sinopharm, dus het klassieke vaccin, gebaseerd op de klassieke methode van vaccineren. Met het Sinopharm-vaccin. Dus ze waren 1, 2, 3, 4, 5 maanden eerder bezig met vaccineren dan Nederland. En ook veel massaler. En wat mij het meest droef stemde als Nederlander, was dat hier toen die eerste testmogelijkheden er kwamen, dus die neusprik dingen er waren, toen heeft Dubai echt in een ongelooflijk tempo 6 voetbalvelden aan laboratoria gebouwd
Je kunt daar filmpjes van vinden. Dat zat echt in 4 weken tijd. Zijn al die testlaboratoria uit de grond gestampt. En hebben ze zich eigenlijk uit de crisis weg getest. Testen was gratis. Was niet verplicht. Maar wel gratis. Ik denk dat het daar even om moet gaan. Hè? Van, in hoeverre waren dingen verplicht, ja of nee? Was er een dwang vanuit de overheid? Nee. In Nederland was het Hugo de Jong die aangaf op televisie, we gaan van deur tot deur en we gaan van arm tot arm. Nee, we weten waar ze wonen. Nou, er was een hele dreigende sfeer, werd gecreëerd rondom die vaccinatie. Nee, er was wel een soort van solidariteit. Dus zeker omdat er een lockdown was. En dat is niet leuk, want niet iedereen woont hier heel ruim. Wat hield die lockdown in? De lockdown was dat je niet naar buiten mocht, anders dan goedgekeurd in bepaalde tijdintervallen per app om je supermarktboodschappen te doen. Hoe lang heeft het geduurd? Niet zo heel erg lang. Weet ik niet meer. Ongeveer een week of drie, volgens mij, even uit mijn hoofd. Toen op de hoogtepunt van de... Er was dus geen vaccin. En het was wel ernstig en er gingen ook mensen dood. En in die periode is er een harde lockdown geweest die met behulp van apps wel intelligent werd geregeld. Dus je kreeg intervallen waarin je dingen mocht doen. Dat kon je ook aanvragen, want ik wil nu dit en dan kon je dat wel of niet gaan doen. Dus dat was Hoe bedoel je dat met apps? Hoe bedoel je dat? Hoe ging dat? Je kon op de app gewoon aangeven, ik wil boodschappen doen. En dat wil ik doen op die dag. En dan kreeg je een tijdstip doorgepiept van nou dat mag en wel van dan tot dan. Kijk, een probleem waar specifiek Dubai mee worstelde is hoogbouw. En mensen wonen hier vaak in hele hoge torens. En dat betekent dat er maar één manier is om naar buiten te komen, is de lift. Een lift is geen goed ding in tijden van COVID. Je staat op elkaar, het is benauwd, het is niet echt goed te ventileren. En de klopjes zijn vies en smerig. Dus daar was wel echt een enorme uitdaging, heel specifiek voor Dubai, want de bevolkingsdichtheid, Nederland zegt wel, we zijn heel dicht bevolkt. Nou, vrienden, welcome to Dubai. Het is natuurlijk qua bevolkingsdichtheid nog wel even een paar graden erger. Dus daar moesten ze wel echt heel streng ingrijpen. Heeft niet idioot lang geduurd, want uiteindelijk is mijn ervaring mijn geheugen is toch met dat ze vooral enorm zijn ingezet op testen. En die waren voor bepaalde bevolkingsgroepen wel verplicht. Test. En als je dan positief was, dan moest je dus thuis blijven, evident. Maar je kon ook, ik wil niet zeggen op elke straathoed, maar je kon heel gemakkelijk jezelf laten testen. Je kreeg dan de resultaten keurig per app binnen. Pink, u bent goedgekeurd. En dan had je een vink en daarmee kon je weer een tijd vooruit. Dus die technologie hebben ze daar maar heel goed voor elkaar op dat gebied. Nou ja, niet alleen dat. Ze hebben bovendien de COVID ook echt aangegrepen om met name de overheid nog ontzettend veel zwaarder te digitaliseren en te automatiseren. Kijk, als het gaat om vrijheid, want dat is toch, COVID, dwang, vrijheid, land. Zeg ik altijd, vrijheid, dat komt in vrijheidsgraden. Het is een beetje onzin om over de vrijheid te spreken. Ik mag hier niet het koningshuis beledigen. Strafbaar. Was overigens in Nederland ook zo, zoals je waarschijnlijk weet, tot niet zo heel lang geleden. Volgens mij nog steeds, toch? Nee, het is versoepeld, recentelijk. Okay. Ik mag geen hele negatieve dingen zeggen over de islam. Ik heb ook geen behoefte om dat te doen, maar ik merk ook, daar is mijn vrijheid is daar beperkt. Maar mijn dochter stapt om 11:30 s'nachts in de metro en maakt zich totaal geen zorgen. En papa maakt zich ook helemaal geen zorgen. Dat is ook vrijheid. Dus vrijheid is ingewikkeld. En ik weet dat Dubai volhangt met camera's. Ras Al Khaimah een stuk minder, trouwens. Maar dat is niet de reden dat ik hier woon. Alles wordt gezien, alles wordt gevolgd. Ik weet dat het internetverkeer, als je je niet intelligent wapent, hier ook wordt gemonitord. En dat is vervelend. En de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dan tegen mensen die daar commentaar op hebben, ja jongens, geen aanslagen hè?
kiezen of delen. Of we monitoren alles. Ja, en dan moeten we af en toe op mensen oppikken die plannen hadden om met bommen en granaten. En ze zijn er echt, hè? Ze zijn er echt. Het regeringsgebouw te bestormen. Wie zijn er echt? Er zijn echt, nou, anekdote. Je herinnert je ISIS, je herinnert je de strijd tegen ISIS. En in die periode zijn er, uit mijn hoofd 2016, maar hou me te goede, zijn er 40 mannen opgepakt die uitgewerkte plannen hadden om naar Abu Dhabi af te reizen met zeer, ik herhaal, zeer zware wapens, om daar het kalifaat uit te roepen. Ja, deze mannen die zijn ontdekt. En ze hadden hun wapens opgeslagen, dat is charming detail, in een stuk woestijn in, jawel, Ras al Khaimah. En hier, nu heb ik het, nu, ik ben verhuisd, maar toen ik nog in Alhambra Village woonde, dat is een compound, zagen we af en toe, niet vaak, helikopters overvliegen. Niet al te gekke hoog. En onder die helikopters hangt er zo'n hele grote glazen bol. En die gasten gaan dus kriskras door de woestijn en kunnen zien waar er recent opgravingen zijn geweest, waar iemand iets heeft lopen verstoppen. Zo zijn deze 40 ook gevonden. Dus de veiligheid van dit land is extreem hoog. En dat heeft een keerzijde. De keerzijde is dat er ook extreem goed wordt gekeken wie wat doet. En alles is met alles gekoppeld. Ik heb in Nederland 5 jaar lang een bankrekening gehad bij de ING. Van een bedrijf wat niet meer bestond. Ik vind misschien de ING niet leuk als ik dat vertel, maar dat was zo. Nou, dat gaat je hier absoluut niet lukken. Als je hier je licentie van je bedrijf niet verlengt, dan heb je gegarandeerd binnen 2 maanden iemand van de bank aan de lijn. Die zegt, kom maar even langs met de nieuwe licentie. En als je dat niet kunt, niet doet, buitenland bent, we bevriezen even je tegoeden totdat je de nieuwe licentie hebt laten zien. En dus het is veel meer gekoppeld aan van alles. Het is niet zo dat privacy hier geen rol speelt. Er zijn zelfs strenge privacywetgevingen. En op een bepaald vlak zijn die juist weer veel strenger dan in Nederland. In Nederland mag ik iedereen in de openbare ruimte fotograferen op straat. En mag ik dat op internet zetten? Dat is hier verboden. Je mag mensen niet ongevraagd fotograferen. Daar moet je echt gewoon echt toestemming voor vragen. En niet alleen van de locals, van de Emirati, maar ook van de expats die hier rondlopen. Als je een foto maakt en je zet hem op social media, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Dus je ziet dat die vrijheid is een moeilijk ding om zomaar over te. Je kunt eigenlijk niet zeggen er is meer of er is minder vrijheid. Je kunt wel zeggen, bepaalde aspecten is het veel vrijer. En bepaalde aspecten is het veel more restricted. En dan toch even als finale. Veel vrouwen zeggen dus dat ze zich hier veel vrijer voelen. Want ze kunnen 's nachts en 's avonds zonder nadenken over straat. En ja, mijn dochter zal echt wel bekeken worden in de metro, maar er is geen vent die het in de kop haalt om naar haar te sissen of te fluiten. Want er hangt een camera in de metro. En dat is niet de bedoeling. En de persoon die dat wel zou doen, kan even meekomen. En waarschijnlijk zullen straffen en gevangenisstraffen ook niet zo mild zijn. Ja, kijk, om het toch maar kritiek te geven op de overheid hier. Die gevangenis die moet echt worden hervormd. Dat is werkelijk heel erg vervelend om daarin te zitten. En dan zeg ik het ontzettend netjes. En de ellende is ook dat je in dit land gewoon iets sneller in de gevangenis zit dan in Nederland. In Nederland heb je een enorm papieren proces. Ik heb begrepen dat het 10 jaar geduurd heeft voor die mevrouw van het Slotervaartziekenhuis dan toch eindelijk achter de tralies zou moeten gaan verdwijnen. En hier is het een beetje omgekeerd. Het is, we komen langs en ik ga dadelijk vertellen dat ik live een arrestatie heb gezien en hoe dat gaat. We komen even langs en we nemen je even mee en we gaan na een dag of 3, 4 even praten om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Ja, ja, maar die 3, 4 dagen heb je dus wel gezeten. Die heb je al gezeten, ja. Ja. En dat is al heel vervelend. Live arrestatie. Ik had een afspraak met een meubelboer en die, nou, meubelboer is wat denigrerend, met een meneer die zelf heel goed meubels kon maken en een eigen fabriek had. En toen we in 2013 hier kwamen, hadden we helemaal niks. Dus we hadden veel meubels nodig. Wij wilden dus een afspraak maken met die man en hij zou vrijdag voor ons tijd maken. Cool,
Wij zijn keurig op het afgesproken moment ter plekke. En we zien hem niet. We zien hem naar de deur lopen. En dan heeft hij een praatje in het Arabisch met een paar mannen. En dat zijn zijn vrienden. En het is 7:00. Het is ook tijd voor de moskee trouwens. En hij loopt met die mannen mee. Nou, wij denken, nou ja, goed. Misschien dat hij even met zijn vrienden naar de moskee gaat. Hij komt zo terug. Even bidden. En een minuut of 20 meestal komt er iemand weer terug. Maar hij kwam niet. Nou, wij balen, want we wilden meubels hebben. Nou, onverrichte zaken gingen we naar huis. En we hoorden helemaal niks meer. Nou, bellen, mailen, helemaal geen contact. 6 weken later komt hij eindelijk in de lucht. Adnan was zijn naam. En hij zegt, ja, ik weet nog wel dat jullie er waren. Ik heb jullie ook gezien in mijn winkel. Maar toen ik in de winkel was, ben ik gearresteerd. Pardon? Ja, dat waren mijn vrienden niet. Ik werd gearresteerd door de geheime politie. Er is heel veel geheime politie. Die kun je niet herkennen. Die zijn echt onopvallend gekleed. En wat was er dan aan de hand? Nou, er was gedoe met de visa van een paar werknemers in zijn fabriek. En dat was heel erg vervelend. En daardoor moest hij dingen regelen in Europa. Dus hij was opgepakt. Hij heeft een paar dagen in de gevangenis gezeten. Moest toen dingen regelen in Europa. Want het waren Europese werknemers. Ingewikkeld verhaal. En was dus op die manier even van de radar. En wat ik daarover wil zeggen zijn 2 dingen. 1. Er is veel geheime politie. Ik vind dat wel prettig. Ik vind het prettiger dat er geheime politie is dan dat er algoritmes zijn die mij in de gaten houden en mij om wat voor reden dan ook in één keer eruit halen. Bij de geheime politie kan ik dingen uitleggen. Het zijn mensen. Bij een algoritme kan ik niks uitleggen. Ik ben eruit gehaald en ik heb een probleem. En het tweede is dat je dus ziet dat er een bepaalde zachtheid is. Want het heeft niks te maken met deuren inrammen. Geen enkele vorm van geweld. Het is gewoon heel rustig, heel low-key. Er komen een paar mensen binnen. Die identificeren zich keurig met hun papiertje van de CID. En je gaat gewoon mee. En die zeggen gewoon, het is beter dat je even meeloopt. Het is beter dat je even meekomt. Het is beter dat je even meekomt. En dat is ook beter dat je even meeloopt. En dan is het, tenzij je zeg maar Femke Bol heet en ongelooflijk hard kunt rennen, dan is het gemiddeld genomen beter dat je gewoon meekomt. Ja. En dan is wel het nadeel dat je dus gewoon in veel gevallen wat eerder in die gevangenis zit dan in Nederland, waar er vaak toch heel veel papier aan vooraf gaat. En jij zegt dat je ook in de huur zit en in de onroerend goed. Wat voor mensen zie je nou vanuit Nederland naar Dubai komen? Nou, mijn jongste klant is 19, mijn oudste klant is 73. Ongeveer 4 van de 10 klanten is vrouw. Dus je kunt nog qua leeftijd, nog qua geslacht, kun je daar iets van zeggen. Ongeveer de helft, dat is misschien wel wat veel, is tweede of derde generatie Nederlander. Dat zie je wel. Je ziet wel heel duidelijk van nou, het is een wat grotere groep. Er zijn wat minder autochtone Nederlanders, met name de tweede, derde generatie Nederlanders, komen toch ook wel graag naar Dubai. Hebben natuurlijk soms de voorsprong van het kunnen lezen van Arabisch. Ja. En kunnen verstaan van Arabisch. En dat helpt ook altijd. Dus wat voor soort mensen? Poeh. Het verandert wel. 2, 3, 4 jaar geleden waren het veel mensen met een consultancy. Het waren BV's. Het waren mensen die 1,5-2 ton per jaar omzet draaien en een beetje gallies werden van de belastingdruk. Maar ze waren allemaal in Dubai geweest. Nu heb ik meer mensen die zeggen, ik ben nog nooit in Dubai geweest, maar ik wil weg uit Nederland. En geven ze ook aan waarom ze weg willen? Nee. Niet heel expliciet. Het is vaak belastingdruk. Zo van, ik werk me uit de naad, ik werk 60 uur in de week en ik hou eigenlijk niks over. Dus de omzet is er, maar de winst is er niet in de zin van, de winst is er wel, maar daarna kan ik alles af gaan dragen of veel af gaan dragen aan de belastingdienst. Ik heb 1 gehad die expliciet heeft aangegeven, verkiezingen van afgelopen keer. Ik ben weg uit dit land. Je zult voortaan eens moeten vragen, Paul, aan degene die je spreekt of die wakker is, ja of nee. Ja, ik kan dat dus gaan vragen.
toch zijn de motieven vrij divers, hoor. De motieven zijn vrij divers. Ja. Maar goed, het klimaat bevalt hen niet meer in Nederland. Ja, dat is... Wat dat voor is de meest gehoorde is toch, ik voel mij niet meer thuis in Nederland. Ja. En dan, wat komen ze doen? Wat gaan ze doen? Het is zo divers dat ik echt stilval. Er zitten consultants bij die bijvoorbeeld security testing doen en dat allemaal met een toetsenbord kunnen doen. Is er veel werkgelegenheid in Dubai? Of beginnen ze een eigen bedrijf? Of als ze bij mij komen, beginnen ze bijna altijd een eigen bedrijf. Dat is zo. Of ze willen hun bedrijf verhuizen en dan leg ik uit dat in 8 van de 10 gevallen het gewoon beter is om opnieuw te beginnen. Want dat verhuizen heeft heel veel voeten in de aarde. Maar goed, dat ga jij ook uitleggen tijdens de masterclass voor ondernemers. Oh, 12 april. Hè, dus dat is het inhoudelijke fiscale gedeelte. Dat gaan we dan tijdens de masterclass met elkaar bespreken. Wat komen ze tegen? Nou, een vriendelijke overheid. Een overheid die als slogan heeft, we are open for business. En dat voel je ook echt. Zeker als je in de 5 iets armere Emiraten komt. Dus niet Dubai, niet Abu Dhabi, maar alles daarbuiten. Ze ontvangen je echt met open armen. Dat voel je echt als ondernemer. Dat is een verschil. Dat is een wereld van verschil. Ze zijn niet bureaucratisch. Ze proberen je echt te helpen. Ze proberen echt te zorgen dat jij je ding kunt doen. Het tweede wat mensen tegenkomen is een hoogwaardig gedigitaliseerde overheid. Dus niet dat halve automatiseren, niet die ultra problematische relatie tussen overheid en ICT die we in Nederland kennen. Nee, het werkt gewoon. Het werkt gewoon goed. We hebben een app hier, de UAE Pass. Nou, die werkt gewoon heel goed. Kun je ontzettend veel dingen mee doen. Is ontzettend handig. Wat is dat dan? Ja, dat is de UAE Pass is een. Ik kan hem niet laten zien, maar het is een app. Ja. Hij opent met gezichtsherkenning. En ik kan heel makkelijk daarmee bijvoorbeeld een bank of een verzekeraar toestemming geven bepaalde documenten van mij in te zien. Maar dat dus is een beetje zoals we in Europa naar de digital identity willen. Nou, ik weet niet exact wat de wegen van Europa zijn, maar ik weet wel wat de historie is van Nederland en ICT-projecten. Ja. Ja. En die is niet goed. En hier lukt het op de een of andere manier wel. Dat vind ik wel frustrerend soms. Maar het lukt hier gewoon wel om iets te maken wat gewoon goed werkt. En wat mij grip geeft op wat ik deel en wat ik niet deel. Ik kan, voordat die verzekeraar bepaalde dingen kan zien, moet ik dat echt expliciet akkoord opgeven. Dus dat komen ze tegen, een hoogwaardige geautomatiseerde overheid. Heel veel makelaars die verschrikkelijk graag jou willen gaan helpen om je ideale appartement te vinden of je huis te kopen. Al die makelaars mogen iets doen wat in Nederland ten strengste verboden is. Nou? Het vertegenwoordigen van de verkoper en de koper. De huurder en de verhuurder. Dus met andere woorden, veel makelaars eten van 2 balletjes hier. Ze krijgen 5% van de verhuurder en jij moet 5% betalen omdat je de huurder bent. Ja. Als je dan dus gewoon huurt voor 200.000 dirham per jaar, wat al best veel is, dan geef je hoeveel dus... Hoeveel is dat? 50.000 euro per jaar. Nou, dan heb je al best iets leuks, hoor. Iets heel charmants. Maar dan geef je dus op dat moment... Dan heb je een Apeldoorn en word je in het low, denk ik. Per jaar. Oh nee, oké. Okay. 4.500 euro. Okay. Ja, ja, ja. Dat is echt mooi. Maar dan heb je zowel in Nederland als in Dubai heb je het echt voor het uitzoeken. Maar dan geef je dus aan die makelaar ook best wel een enorme sloot geld weg. Dus voel je niet bezwaard om hem of haar te vragen om nog een keertje langs te rijden. Het gaat goed met de makelaars. Je hebt keuze uit 40.000 appartementen die te huur zijn. Of zoiets. Op dit moment. Dus gewoon genoeg te huur. Als ik nu ga kijken, denk ik dat ik zo'n 40.000 appartementen te huur heb. Dus voor 1000 euro in de maand huur je prima appartement. 1200. 1200. Oké. Okay. Ietsje meer. 1200. Heb je een prima appartement? Wil je meer? Wil je uitzicht op zee? Wil je 6 slaapkamers? Nou, dan gaat het natuurlijk oplopen. Want het is Dubai, dus alles kan. Ik heb toevallig in Ajman, dat is een arm emiraat, een appartement gezien met 1 mooie slaapkamer, een aardige keuken, een leuke woonkamer. Het appartement moest
kopen, mind you, kopen, €38.000 zijn. In een niet mooi gebied. Oké. Okay. Toen ging ik kijken op Funda. En wat kun je kopen voor €38.000? Precies. Een garagebox, in Apeldoorn. Ben je toch weer in Apeldoorn? Toch in Apeldoorn, ja. De verschillen zijn natuurlijk enorm. En anything goes. Het is Dubai, dus je kunt heel goedkoop een El Cheapo. En je kunt ook ongelooflijk duurder. Je wordt elke keer, vind je op internet wel de most expensive apartment in Dubai. En dat gaat dan om de miljoenen per maand. Nou, allemaal heel erg leuk, maar je hebt er niks aan. Je kunt onthouden dat je voor €1200 tot €1500 per maand een prima appartement kunt huren in Dubai. En dat is dan bovendien chiller free. En chiller free betekent dat de airco-kosten in die huur zijn inbegrepen. En dat is prettig, want het is hier 6 maanden per jaar bloody hot. Hoe is het sociale leven eigenlijk? Stel je voor, je vertrekt uit Nederland naar Dubai. Ik denk niet dat je heel makkelijk tussen de, hoe noem je ze? De Emirati komt. Ja, dat is natuurlijk. Er is natuurlijk een hele verschillende cultuur. En je leeft met heel veel expats. Zoeken de Nederlanders bij elkaar op? Heb je oranje verenigingen? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, je moet trots zijn op Nederland. Want Nederland heeft de Netherlands Business Council. En dat is een zeer bruisende vereniging. En het is de Duitsers die er met 6 keer meer mensen zijn niet gelukt om zo'n soort vereniging op te tuigen. Dus ze doen als Nederlanders iets goed. Wat dan? Nou, wat we altijd al doen. Handelen. Zodra 3 Nederlanders in een gek land zijn, gaan ze zeggen, hey joh, wil jij mijn koptelefoon kopen? Tientje. Nou, je ziet dus heel mooi dat die Facebook-platformen, die beginnen vaak met handeltjes. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. De Nederlandse community is best wel hecht, denk ik. Er is een hele actieve Facebookgroep, Dutch in Dubai. En je kunt ook lid worden van een vereniging. Er zijn zelfs 2 verenigingen. En daarmee kun je makkelijk contact houden en leggen met de Nederlanders die hier zijn. Wil je internationaal, dan is er de groep internations.org. En daar zitten wel veel shady businessmen bij. Die proberen iets te verkopen, dat is een beetje jammer. Toch raad ik mensen aan om daar lid van te worden het eerste jaar. Want je bouwt daarmee je eerste netwerk op. Dat zal niet voor life zijn, maar je voelt je niet eenzaam. Je hebt contacten en you're somewhere. Emirati, dat is bij de jonge mensen niet zo gesloten. Die zijn heel open. Bij de oudere garde is dat wat geslotener. En dat heeft ook te maken met het gegeven dat onderwijs in dit land pas vanaf ongeveer 1980, 85 echt goed vorm kreeg. Dus veel oudere mensen spreken slecht Engels. Of helemaal niet. Jonge mensen spreken eigenlijk allemaal heel goed Engels. Dus dat is prettig, daar kun je gewoon mee communiceren. Toch is het zo dat gemiddeld genomen, zeker in Dubai, dat wel worlds apart zijn. Eén van de voordelen van wonen in Ras Al Khaimah is dat dat meer mixt. Het is meer mingling tussen de locals en de expats. Als je dat leuk vindt, hè? Assuming dat je dat zoekt. Dan heb je toch het vrijgezellen Dubai. Van de woeste feesten, de strandparties. Heel erg leuk. Je hebt het gezins. Wat bedoel je daarmee dan? Nou, dat er dus heel veel ruimte is voor heel veel feesterij. Er wordt echt flink gefeest en als je het zoekt, kun je elke dag ergens naar een beachclub, een party, een event, een DJ die komt optreden. Dat zijn dan niet de minste. Een huizen DJ. Meerdere. Alle beroemdheden, de Tiesto's in deze wereld, allemaal hier geweest. Die groep is er. Dan heb je de gezinnen. En de gezinnen wonen typisch op de compounds. Dus dat is ook een waarschuwing. Als je vrijgezel bent, ga niet op een compound wonen. Wil je met je gezin ergens gaan wonen, kijk dan even of je in het feestgedruis wil wonen.
Die compounds, dat komt in soorten en maten. Er zijn hele dure, er zijn goedkope. Sommige zijn wat beter bewaakt dan de andere. Maar wees gerust, je ziet in de hele Verenigde Arabische Emiraten nergens een gewapende agent of geuniformeerd persoon. Ik erger me altijd kapot als ik in Schiphol land en ik zie die marechaussee met veel te zware wapens lopen. Waarbij ik denk van ja, wat ga je daarmee doen? Ja, serieus, dat zijn wapens om groepen mensen neer te maaien. Dat hoef je niet te doen op een luchthaven. Hooguit moet je een idioot neerschieten. Dat doe je met een Glock 9 mm. Niet met de spuit die gasten hebben. I'm serious. Goed, je ziet dus in de Emiraten nooit mensen met wapens lopen. Ook niet geuniformeerd. Tot mijn verbazing, toen ik werd aangereden, ooit, kwam er een agent de schade opnemen. En ik keek even en ik zag, die man heeft zijn holster is leeg. Hij heeft niet eens iets bij zich, want hij komt van een verkeersschade. Ik denk van ja, verkeersschade. Dus die compounds komen in soorten en maten. Dat zijn vaak soorten van mooie rijtjeshuizen, losse villa's met een tuin. Zorg ervoor, lieve mensen, dat je een tuin hebt op het noorden als je in de Emiraten woont. Want die tuin op het zuiden, daar doe je helemaal niks. Daar zit je niet. Nee. Ook niet in januari, ook niet in februari. Nee, daar heb je niks aan. Okay. Daar heb je dus heel veel mensen met kinderen. En die kinderen, dat is het leuke van die internationale scholen die je hebt, die mingelen met elkaar. En die zoeken elkaar op. En die hebben een heel fantastisch leven. Je hebt er niet naar gevraagd, maar ik ga wel melden, de scholen hier zijn peperduur en hartstikke goed. De PISA-score van de Emiraten ligt volgens mij boven die van Nederland. Au. Wat is de PISA-score? PISA-score is de score, de gestandaardiseerde test die wordt afgenomen bij 15-jarigen wereldwijd. En eigenlijk de enige wetenschappelijk betrouwbare maat om schoolprestaties naast elkaar te leggen. Nou, en het punt is dat de scholen in Dubai en ook in Ras Al Khaimah hoor, peperduur zijn. Reken op €10.000 per kind per jaar. En in Dubai mag je ook €40.000 betalen als je dat leuk vindt, want dit is Dubai. Maar daar krijgen ze ook wat voor. Hele goede docenten, fantastische faciliteiten, enorme bibliotheek, eigen theater, you name it, het is ongekend. En het leidt dus ook, tot mijn genoegen, tot hele goede schoolresultaten. De PISA-scores zijn echt uitstekend van die scholen. Ja. Hey Paul, je had nog twee boeken meegenomen die je wilt laten zien. Nou, ik wil ze even inleiden, if you allow. Want je vraagt wat heeft je doen vertrekken. En ik heb de nadruk gelegd op de administratieve lastendruk. Maar, lakim in goed Arabisch. Maar, er was iets anders. En dat was de politisering van de euro. Toen de euro werd geïntroduceerd, heel lang geleden, toen heeft de premier van Nederland, die heette Wim Kok, gezegd dat de sanctieregels rondom de euro in marmer gebeiteld zijn. Letterlijke tekst, ik herinner me nog. Daar bedoelde hij mee dat als landen zich niet zouden houden aan de regels die belangrijk zijn om de euro een stabiele munt te laten zijn, dat die landen zouden worden gestraft met sancties. Hele hoge sancties. Hoeveel van die sancties zijn inmiddels opgelegd? Volgens mij nul. Nul, heel goed. Nul. Hoe vaak heeft in de afgelopen 20 jaar Frankrijk niet voldaan aan de regels van de Europese Unie, van de eurozone? Ik denk 0 jaar. 2 keer. Hebben ze het wel gehaald? Alle andere keren niet. Nul sancties. Ze doen het niet. Nou, je zag natuurlijk al een beetje bij die gekke dans die werd gedaan van Duisenberg naar Trichet. Dat is een beetje vreemd. Waarom moet er een Fransman per se komen? Nou, er moet een Fransman komen omdat Frankrijk invloed moet hebben op die euro. En honderden economen, want ik ben dus na de financiële crisis weggegaan, hè, voor de goede orde, na de financiële crisis, hebben in de financiële crisis al gewaarschuwd. Leuk meneer Draghi, maar u doet te veel en de bank gaat zijn mandaat voorbij. En gaat te lang door. Dus was voor mij wel een punt van aandacht.
de munt waarin ik leef, eet en werk, de euro. En, maar denk je dat de dollar zoveel beter is? Dat weet ik pas volgend jaar, want volgend jaar mag de president helaas weer een nieuwe president, voorzitter, moet dat zijn, van de Fed kiezen. Wat ik wel weet is dat de Fed in Amerika echt veel onafhankelijker loopt van de politiek dan dat de ECB op dit moment loopt. En dat is heel ernstig, want dat betekent gewoon dat als je heel veel geld bij gaat drukken, en dat is natuurlijk met die opkoopprogramma's impliciet gebeurd, dat je kunt voorspellen dat je een keer inflatie krijgt. Inflatie is, voor zover het veroorzaakt wordt door bijdrukken van geld, indirecte belasting. Wat is de reden dat je dit wil vertellen dan, Paul? Nou, omdat er twee boeken zijn en omdat ik vind dat iedereen die deze podcast volgt, Springplank, in elk geval, of je nu wel of niet springt, geld moet aanhouden in meerdere valuta. Dollar mag, maar er zijn er meer. Zwitserse frank mag in meerdere valuta. Want, en nu ga ik hem toch pakken, want ons geld is stuk. En de oplossing van de gebroeders Slachter is crypto. En in hun geval specifiek bitcoin. Nou, die discussie ga ik helemaal niet aan. Ik ga wel zeggen, crypto geld is het enige geld waar een overheid met zijn tengels niet direct invloed op heeft. Dus wil ik niet zeggen dat je crypto moet gaan traden, maar wel zeggen dat je moet verdiepen in crypto. En het tweede boek, dat hoort er dan een beetje bij. Ja, ook daarvoor, ik haak weer even in op de masterclass, hebben we Ab Flipsen en ik, wij organiseren samen in feite die masterclass. Er komen een aantal sprekers, waaronder jij dus ook, om meer de fiscaliteit van een aantal landen te bespreken, waaronder Dubai. En we hebben ook iemand uitgenodigd die dus komt praten over het nut en het belang van het hebben van crypto en bitcoin. Fantastisch. Ja. Buitengewoon relevant. Dus mensen, de goudjongens, de edelmetalen jongens, die hebben we sowieso. Maar ook dit gedeelte, het digitale goud, is een onderwerp waar gewoon veel mensen in geïnteresseerd zijn. Ik zelf ben daar altijd wat sceptischer in. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dat neemt niet weg dat ik het wel belangrijk vind dat het gewoon wel aan bod komt. Het is fantastisch dat het aan bod komt. Het is fantastisch als mensen meenemen dat ze moeten werken aan spreiding. En dat als je huis en je spaartegoed en de hele rattenplan allemaal in euro's genoteerd staat, je dus niet gespreid staat. En hoe je dat aanpakt, moet je zelf weten. En als je wil weten waarom die euro... Een ander boek voor meegenomen. Waarom die euro misschien niet helemaal de munt is waar je langdurig je geloof in moet blijven hechten, is er het boek Worst Bank Scenario. En ik ga wel melden dat ik dat boek gelezen heb. Het boek is heel leesbaar. Het is heel dik, dat lijkt zo. De eerste helft is een goed leesbaar verhaal. De tweede helft is een technischere uitleg. Je kunt kiezen waar je stopt. Maar regelmatig viel bij het lezen van dit boek mij de bek toch wel echt open. En nam mijn vertrouwen, en dan zeg ik het weer heel lief, in de euro weer een heel klein beetje af. Toch even nog heel kort over Worst Bank. Het legt ook heel goed uit. En daarom vind ik het belangrijk dat mensen naar je masterclass komen. Het boek legt heel goed uit hoe de rekening van dat falende eurobeleid echt heel expliciet bij de ondernemers is neergelegd. Dat is de groep mensen die de schade gewoon aan het betalen is. Klopt. Paul, hoe kunnen mensen jou bereiken? En waarvoor? Ze kunnen mij maar op één manier bereiken. En dat is per e-mail. En dat zeg ik heel expliciet, omdat ik... Je hebt geen website. Ik heb een website. Ja, ik heb twee websites. Nou, wat jij wil. De eerste website in het Nederlands is Dutch Lawyer in de
UAE.nl, dus let op het einde, D-E-U-A-E, dus het Nederlandse de gebruiker, niet het Engelse. We zullen het er even bij zetten hoor, in de, hartstikke fijn. In de podcast. En ga daarheen, want u kunt daar gratis browsen in onze kennisbank. Met andere woorden, je kunt meteen een paar woorden inzoeken en kijken wat we daarover geschreven hebben. Helemaal gratis. En waarvoor kunnen zij jou bereiken? Wat is de dienstverlening die jij dan concreet hebt aan te bieden? Concrete dienstverlening is, ik ga je helpen met het opzetten van je bedrijf, het regelen van je visum en het allerbelangrijkste, het verkrijgen van je zakelijke bankrekening. Want aan een bedrijf zonder bankrekening heb je niet zoveel. Ik kan je helpen met het opstellen van en het registreren van een expat testament, zodat je bezittingen en eventuele kinderen op een goede manier terechtkomen, mocht het onverhoopt gebeuren dat je komt te overlijden. En ik kan je helpen met onroerend goed. Ik kan het contract laten reviewen wat je van plan bent te gaan tekenen. Doe dat in elk geval als je onroerend goed koopt. Maar doe het ook even als je onroerend goed huurt. Dat is niet duur, maar in 8 van de 10 gevallen is er ook niks aan de hand. Maar in 2 van de 10 gevallen is er wel iets aan de hand. En dan ben je maar gewaarschuwd. En dat zijn de 3 grote hoofdblokken waarvoor mensen mij kunnen mailen. En dat kan op paul@dutchlawyerinthe.nl. En voor de Engelstalige luisteraar hebben we nog een Engelse site. En dat is holland-legal-services.ae. Oké, okay, nou we zullen in ieder geval ook een e-mailadres opnemen in de podcast. Heb je nog iets wat je nog verder zou willen delen? Nou, ik vind... Ik kan niet zeggen dat ik nou naar heel veel landen ben geëmigreerd, maar ik ga toch vertellen dat ik denk dat de Emiraten, als je van plan bent weg te gaan uit Nederland en je hebt geen vastomlijnd plan welk land het dan moet gaan worden, de Emiraten wel een van de makkelijkste landen zijn om naartoe te emigreren, om de eenvoudige reden dat alles hier met de overheid en met officials in het Engels kan. En dat is toch wel een heel grote plus. Dus Arabisch is de officiële taal, maar naast het Arabisch kun je altijd alles vinden in het Engels. Dat vind ik heel prettig. En wat ook heel fijn is, is dat voor de... ik wil nog 1 dingetje kwijt. Dat de Verenigde Arabische Emiraten hoger en dus beter staan aangeschreven als het om corruptie gaat door Transparency International dan de helft van alle landen in de EU. In de 10 jaar dat ik hier werk heb ik nog nooit een dirham onder de tafel hoeven betalen. Hoe is het om een visum te krijgen voor Dubai? Dat is een gestandaardiseerde procedure die in hoog tempo kan worden gedaan. En natuurlijk is dat massaal, want iedereen wil een visum voor Dubai. Je moet een bloedtest laten doen in dit land. Dat kan niet buiten dit land. Je moet vrij zijn van AIDS en ook wel bij voorkeur van hepatitis B. En er wordt een longfoto gemaakt van je en je moet vrij zijn van TBC en dames. Dit betekent dat de arts soms zeer expliciete vragen over je seksleven gaat stellen. Niets te maken met de islam, maar ze moeten wel zeker weten dat je niet zwanger bent. Want ze mogen namelijk geen TBC-fotoscan maken als er een kleine kans zou zijn dat je zwanger zou zijn. Dus voor de dames die die visumprocedure binnengaan, komt in het kamertje, bloed wordt afgenomen. En soms zijn ze wat verbaasd of verdwaasd over de vragen. Van nou, wat heeft die man daarmee te maken? Nou, die man heeft er alles mee te maken. Want hij moet zeker weten dat je niet zwanger bent voordat jij dat kamertje ingaat voor de TBC-foto. Kijk aan. Nou, hele praktische informatie, Paul. Ik wil jou hartelijk bedanken voor deze enorme, waardevolle, informatieve, bijzondere podcast. Ik heb heel veel dingen gehoord die helemaal nieuw zijn voor me. Dus ik denk dat het ook geldt voor de kijkers van deze podcast. Ik hoop het. Ja,
Ik richt mij eventjes naar de kijker. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Volgende week gaan wij gaan we praten met Roald Boom in Bonaire. Ik heb Roald gesproken en Roald heeft ook een hele heldere kijk en een hele mooie analyse op het vertrekken en de vier lagen, zoals hij dat aangeeft, waarop je vertrek zou kunnen zien en waarom je zou vertrekken. En dat varieert van enkel het klimaat tot en met de gevolgen van bijvoorbeeld de cyberattack en alles wat ertussen zit. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.